Ja, daar ben je. Hoi. Hallo, hallo, hallo. Hi. Nou, iemand zei al, Jerry, dat ze het zo leuk vonden dat ik niet heel professioneel en zo deze Insta Lives doe. Maar dat heeft als gevolg dat er technisch soms ook nog wel eens wat misgaat. Maar ondertussen heb ik je al voorgesteld aan mensen die meekijken, verteld wie je bent. Dat je een petitie hebt gelanceerd in het kader van Keto Kotti. En dan mag je dadelijk, als je wil, zelf daar wat meer over vertellen. En ik heb mensen er ook op gewezen dat er vanavond op het NOS-journaal een item is over hoe het slavernijverleden zichtbaar is in de stad Utrecht. Ja. Waar Nancy Jouwe, een oud-collega van mij, dus ik vind het altijd goed om haar werk te volgen en te zien. Waar Nancy Jouwe de journalist rondleidt om te laten zien, kijk, dit is er in Utrecht wat ons herinnert aan dat slavernijverleden. Maar nou ja, fijn dat je er bent. En ik ken Utrecht een beetje goed. Ik ken Utrecht een beetje goed, dus hij is mijn tweede stad. Mijn tweede stad. Okay. Ja. En je woont in Amsterdam, toch? Ja, in de Bijlmer. Ja. Nou ja, we weten ook de burgemeesters van de vier grote steden hebben ook een initiatief genomen om te zeggen, Keto Kotti, de dag dat de ketenen werden afgeworpen, daar moeten we op een andere manier aandacht aan gaan besteden dan we nu doen. En jij hebt daar ook een initiatief voor genomen. Maar goed als je daar wat over zou willen vertellen. Ja, zeker. Het is echt we leven in bijzondere tijden. Heel veel uitdagingen, maar ook heel veel momenten dat met een beetje inzet en onvermoeidheid is het om te zetten in kansen. En voor ons is het heel, het is een aanmoediging. Het is een hele mooi gebaar van de vier grote steden om te zeggen, om eigenlijk onomwonden zo'n brief te schrijven. En ik vond dat ze eigenlijk to the point waren met wat ze willen. Dus ja, zeker, voor mij is dat meer dan welkom. En we waren al een tijdje bezig vanuit Stichting Nederland Wordt Beter om in 1 juli met betrekking voor het nationale herdenken onder de aandacht te brengen. En vanaf begin van het jaar, want morgen bestaat onze campagne, wat Zwarte Piet is Racisme campagne, 10 jaar. Mm-hmm. We hadden het 10 jaar geleden op 1 juli gelanceerd. En het was zo mooi om te zien dat alles bij elkaar kwam. We zagen de brief. En Vanex wilde ook een petitie opzetten. En ze nam contact op. En 1+1=2. En het is een hele fijne samenwerking. We willen het allemaal. We snappen het allemaal dat het superbelangrijk is voor zoveel mensen. Maar ook voor de toekomst van het land. Ja, en ik vertelde ook normaal, in niet-coronatijd, herdenken we natuurlijk ook Keto Kotti bijvoorbeeld in Amsterdam in het Oosterpark. Morgen kunnen er maar een beperkt aantal mensen bij zijn, maar is online te volgen. En jullie pleidooi, want jullie petitie heeft geloof ik in 5 dagen 40.000 handtekeningen. Ja. Dat is echt waanzinnig. Gefeliciteerd. Het is ongelooflijk. Voor mij als een kind die opgroeit en in mijn tienerjaren, iedere jaar raakte ik gefrustreerd op 2 juli. Ja. Als ik in de krant een hele klein artikel ter grootte van een kleine advertentie zag, erover dacht ik van, hoe kan dat? Zo'n belangrijk dag. Het is voor zoveel mensen belangrijk en we stippen het even aan en we gaan verder. Hmm. En afgelopen 10 jaar met zoveel mooie mensen samen kunnen bijdragen aan dit moment. En ik hoop echt dat de Nederlandse staat gaat luisteren naar de toenemende roep uit de samenleving en nu ook uit de politiek zelf. Ja, nou ja, inderdaad uit de samenleving. Want nou ja, in 5 dagen 40.000 handtekeningen is echt wel echt een geweldige aanmoediging. In de politiek duurt het wat langer, helaas. We hebben nu wel, dus in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid staat, Keto Kotti moet een nationale feestdag worden. Een dag waarbij we met elkaar, niet alleen de geschiedenis onder ogen zien, maar ook de vrijheid vieren, ook met elkaar. Ja. En er zijn meer partijen in de Tweede Kamer die dat ook willen. Dus er zijn ook al moties ingediend. Ik dacht zelfs al in 2018, maar zeker ook vorig jaar en nu dit jaar weer gaat dat gebeuren. Die komen dan in stemming, maar er is geen meerderheid nog voor. Nee, klopt. En daarom was ik wel heel erg, vond ik het heel erg fijn om jullie petitie te zien dat het zo'n succes was. Want kijk, de partijen die zeggen,
Ja, het is goed om er mee bezig te zijn, maar het hoeft misschien niet een nationale dag te worden. Ja. Laten zich misschien overtuigen door deze 40.000 mensen. Of ja, misschien Ik zijn hoop het er zelfs het. al meer. Het is, ja, het is inmiddels bijna 50.000 mensen die Oh, hebben wauw. gekeken. Ja. En ik ben. Het gaat niet erom dat we. Voor in ieder geval, de initiatiefnemers, is niet dat we zo graag vrij willen die dag. We kunnen ook vrij vragen. Ja. Ik neem elke jaar vrij van Ja. wat ik ook aan het doen ben. Om gewoon tot besef te komen wat de dag betekent. Maar ik denk waar het over gaat is dat wij, als je vrij bent, dan moet je ook eigenlijk ergens moet je gaan vertellen aan je kinderen. Of je Ja. kinderen gaan je vragen, waarom zijn we vrij? Waarom zijn Ja. we thuis? Het Ja. gaat erom dat je dat moment hebt en dat je kan uitleggen dat we vrij zijn. Met name uit solidariteit met de mensen die gedwongen werden om honderden jaren Ja. slavenarbeid te verrichten. En Ja. dat wij op deze dag, ik denk Vrije Dag is juist het hoogste solidariteit die we kunnen tonen aan die mensen. Dus het gaat niet om alleen vrij zijn, het gaat erom dat we ook het moment aangrijpen om wat Ja. meer bewust te raken en ons erin te verdiepen. Want het heeft zoveel sporen in onze huidige samenleving. En als we het verleden niet begrijpen, dan, dan ben ik wel heel erg optimistisch persoon. Maar Ja. ik zie het toch wel wat moeizaam, dat, die gezamenlijke toekomst. Ja, nee, ik denk dat je dat wel heel, heel goed verwoordt. Dat het gaat er juist om dat het een dag is die niet zomaar voorbij gaat. Niet een dag als alle Precies. anderen. En een dag waarin Precies. je, ja, waarin je ook mensen die niet weten hoe het precies zit, of wat gebeurde er, wat was de rol van Nederland, die ook dan de kans nemen om vragen te stellen. Weet je, dat doe je dan op zo'n Ja. dag met elkaar, stel ik me zo voor. En ik denk dat het ook de nationale dialoog omtrent onze slavernij en koloniale verleden veel goed gaat doen. Want Ja. het gaat erom dat op dit moment kan je zeggen, oh, er is een dialoog in de samenleving, maar het is niet gelijkwaardig, omdat veel mensen helemaal niet bewust zijn over waar we over hebben. Dus Ja. bijvoorbeeld als je zegt tegen iemand 1873, denkt die van nee. Als die het weet, het was 1863. En, maar 1873 is veel belangrijker, omdat dat is echt het moment dat wij kunnen zeggen, we hebben toen echt besluit genomen om het achter ons te laten. En ik denk juist dat het, we van elkaar kunnen leren. Ik bedoel, als het om vrouwenrechten gaat, ik probeer zoveel mogelijk op te pikken van vrouwen, omdat zij weten hoe het is om in die positie te verkeren, een onderdrukkende positie. Dus ik zeg altijd, laten we vooral oor en ogen hebben voor de slachtoffers. Maar als het gaat om de oplossing, vind ik dat we met z'n allen onderdeel van uit moeten maken. Daarom ben ik zo blij om in de petitie te zien dat zoveel mensen echt uit alle hoeken van Nederland is getekend. En dan is het geen Randstad-dingen meer. Het Nee, is gewoon zeker. ons ding, onze geschiedenis en onze toekomst. Ja, nee, echt. Ja, ik vond het ook echt heel, heel bijzonder om te zien, vooral dat het zo in 5 dagen was. Ja, het werd niet gedroomd. Het werd Ja, me echt toch? steeds gevraagd van. Ik zei, ik was van, we gaan voor die in jullie halen. En het werd me steeds gevraagd, maar Jerry, wat als het niet lukt? Ik wilde niet eens aan denken. Ik dacht, ik zei, we gaan wel door gewoon. Maar dat het binnen 5 dagen, hoe het verliep, is heel bijzonder. Maar het laat ook zien dat de samenleving eigenlijk snakt ernaar om dat verleden een plek te geven, zodat het niet ons langer in de weg zit. Want het zit ons onnodig in de weg. Als ik kijk naar de diversiteit en de jongeren die elkaar vinden. Ik heb twee kinderen van 11 en 17. En ik zie hoe zij, hun vriendengroep bestaat uit zoveel diverse mensen. En het zou jammer zijn als ze straks ouder worden, dat het verleden ze inhalen. En dat zou ik zonde vinden, want zij kunnen echt samen bouwen. Nou, mooie laatste woorden. Dankjewel dat je de tijd nam. Tegen Ja. iedereen die de petitie nog niet getekend heeft, zou ik zeggen, doe dat. Fijn dat iedereen erbij was. En nou ja, we spreken elkaar vast binnenkort wel weer eens een keer. Dat hoop ik. Ja, zeker. Ik hoop het. Yes. Hey, take care. Oké. Bye bye. Doei Hoi. doei.